Welkom bij Update nummer 27. Ja, langer dan een jaar zijn we al bezig met de updates. En uiteraard zijn we weer terug met een heleboel nieuwe items. Ik kijk hier al langs, maar staat van alles, dadelijk ook van alles. Precies, nou laat ik eens beginnen met deze nieuwe stift en pen. Met dop en pen. Die kun je aan de ene kant natuurlijk over laten springen naar die andere kant toe. Oké. Heeft ook een naam, dat ding? Ja, dit heet Distance. Distance. Precies. Ook van Sans Minds, dat ik gezien heb. Ik heb er zelf nog niet mee gespeeld. Oké, dus je kunt dopje inderdaad van de ene naar de andere kant laten vliegen, zeg maar. Precies, zoals je het net zag. Dus kijk maar even terug daar. Ja, ja. En de toeschouwer kan het ook proberen, maar dan lukt het niet, zeg maar. Nee, als het goed is niet. Of je moet te maken hebben met een goochelaar, maar meestal lukt het niet dan. Oké. Is het compleet? Ja. Ja, helemaal compleet. Je krijgt er twee pennen bij. Het speciale geheime gimmick krijg je erbij. Een dvd'tje, alles erop en eraan. Iets heel, iets echt heel nieuws. En wat kost die? €45. €45. Nou, cool nieuw dingetje. Yes. Dit is ook een heel gaaf ding. Zal ik erbij pakken. Heel groot ook. Wat is dat? Dat is de verpakking van Amazebox. En Amazebox, dat is een hulpmiddel. En hoe kun je dat beste uitleggen? Nou, in principe, alle exemplaren die ik nu in huis heb verkocht. Maar ik wil hem toch laten zien, dus ik heb er even eentje in elkaar gevouwen. Normaal plak je hem definitief ook niet aan elkaar. Dat betekent, je kunt hem wel plat meenemen. Maar dan kun je klittenband of dubbelzijdig tape gebruiken. Heb ik nu even niet gedaan, omdat ik deze nog moet verkopen. Dus, zeg maar. Het is een box. Normaal plak ik dit ook mooi vast zo, met een klittenbandje. Het is een box. Mensen mogen daar dingen in stoppen. Dus als je mentalist bent, kunnen ze daar briefjes in stoppen met iets erop. Nou, ik gebruik nu even dit bijvoorbeeld. Een blanco kaart. Kun je ze instoppen. Briefjes met namen. Vragen. Getallen. Vragen. Wat je wil. Nou. Op het einde mag de toeschouwer dat ding openmaken. En als de toeschouwer het openmaakt, dan zit in die box. En ze haalt eruit. Ze heeft het doen. Zet daar briefjes in. Oh, dat blijft net onder het flapje hangen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Het flapje. Innere flapje, dat maakt niet uit. Moet je ook vastplakken trouwens. Dat heb ik ook niet gedaan. En dan zie je dat de briefjes... Dat de kaart verandert. Ja, precies. Ja, dat de briefjes veranderd zijn. Oftewel, de kaart is veranderd. Nou, dat is even om de verandering te laten zien. Nou, de mogelijkheden daarmee... Je mag jezelf bedenken, zijn mogelijkheden genoeg. Nogmaals, dit is plat mee te nemen. Ook als je hem al gekocht hebt en in elkaar lijmt, zijn er mogelijkheden om het nog plat te vervoeren. Is wel handiger dan dit. Stevig, uit stevig karton, speciaal ervoor gemaakt. Dus niet een van de doosjes waar een gleuf in gesneden is, is compleet gemaakt. Ja, super simpel. Ja. En relatief onschuldig vind ik, omdat het gewoon een kartonnen doosje is. Precies. Valt ook niks aan te zien, zowel niet voor als na het belangrijke moment kun je gewoon in principe in de doos kijken, zoiets. Ja, dus kun je niet zien wat er is. Verbergt het in feite automatisch. Ja. Een Amazebox kost €57,50. Krijg je met een online instructievideo waarop heel duidelijk uitgelegd wordt hoe je deze in elkaar zet. Het is trouwens heel makkelijk, maar het wordt heel duidelijk uitgelegd. Ja, voor de serieuze mentalist of iemand die dingen wil verwisselen, is een Amazebox echt wel heel goed. Zeker. Het is ook ik laat hem even niet zien. Ik laat het filmpje boven even zien. 52 Gone heet het. Ik laat ook de verpakking even niet zien, want dat zou al kunnen prijsgeven hoe het eruit ziet of hoe het werkt, bedoel ik. Okay. 52 Gone is dat je een spelkaarten hebt. Je kunt het uitwaaieren nog. Je kunt daarvoor zelfs iemand de kaart hebben laten kiezen uit het spel, als je dat zou willen, met een extra move. En je klapt je handen en het kaartspel is volledig verdwenen, compleet weg. Heel cool. Ik zeg erbij, je hebt een jasje nodig. Nou, dat hebben wij hier niet aan. En het bij voorkeur staand. Nou ja, je ziet al waarom we het nu niet laten zien dus. Mm-hmm. Dat is nu niet heel handig. Maar als je die situatie wel hebt, heel vet. Precies. Complete online instructievideo erbij, zoals we dat tegenwoordig overal zien. Met de complete gimmick. Je ziet dus echt gewoon een compleet kaartspel. Geen fake pakje of geen blokje wat gedecoreerd is als kaartspel. Okay. Echt een kaartspel. Ja, okay. 52 Gone kost €39,50. Ja, en is verder helemaal compleet. Dus als je een cool effect wil, zoals je net op het filmpje boven hebt gezien, hoe dat kaart zo gewoon weg is. Of je laat het veranderen in een telefoon, in andere voorwerpen, een afstandsbediening. Al zou ik niet weten waarom dat je die bij je zou dragen, maar wordt als idee gegeven. Oké. Dan is 52 Gone misschien wel iets voor jou. Ja, precies. Had jij nog iets? Een vetertje heb ik in ieder geval hier. En een ringetje. Je mag een keer controleren. Het is gewoon een... solide ring is. Niks mis mee. En een veter. Mag ik helemaal checken? Ja. Alle stukjes. Trek hem maar aan. Ik ben nooit hem gelaten. Nee, precies.
Nee, het is naar mijn idee in niks orde. Te zien. Top. Goed. Dan pak je die ring. Dan doe je hem hier in het midden van die veter. En als je dan hier... Ja, dan komt die ring... Oh, oké. Zo terug meteen aan die veter te hangen. Nou, het leuke is op diezelfde manier kun je hem er zo... Weer terug. Af laten smelten. Ja, er is verder niks aan te zien. Oké, dat is nee, bijzonder. Precies. Ja. Nou ja, het leuke is, als je die ring zo hier in je hand doet... En je houdt hem er zo overheen. Kijk, dan kun je hem hier weer laten verdwijnen. En dan zit die ring weer terug, hierachter, aan het koordje. Nou, zo kunnen we het weer af laten gaan. Nou, je kunt alles helemaal laten onderzoeken. Mooi hoor. Het is en maar 7,5 euro. En heel effectief. Ik vind het een hele gave truc. En dan ben ik benieuwd, want wat nou als je die ring dan helemaal aan een veter zou rijgen? Ja. Kan je dan ook nog iets? Kun je dat... Ik bedoel, nu. U wilt zeggen, als ik nou trek of ik hem eraf krijg? Ja, dat kan natuurlijk niet. Nou. Oké, het is duidelijk. Ring on of lace. Nou, en wat kost dit ding dan? Ja, 7,5 euro. 7,5 euro. Je ik hebt bedoel, net gezien de truc. Voor 7,5 euro. Ja. Voor mij mag je 25 euro kosten. Ja, voor mij ook. Overigens krijg je dit, weet ik wel, met een papieren instructie. Maar het plan is er, en dat wil zeggen dat het heel kort termijn, daar wil ik even een video uitleg voor maken. Dus dat je het ja, zelf zoals we met de meeste dingen ook doen ja, de laatste ja, tijd. Ja, ja. Dus als je deze zou kopen al, er is nog geen video-instructie, geen paniek, dan stuur je ons even een mailtje en zeg je, goh, als de video-instructie er is, dan laat het even weten, dan sturen we jou... Buiten dat, hoef je niet te verschieten van de moeilijkheidsgraad of zo, want het is een eenvoudige truc die je, als je hem 's middags binnenkrijgt, kun je hem 's avonds doen. En voor 7,5 euro, jij kun je hem eigenlijk niet laten liggen. 7,5 euro is sowieso natuurlijk... Peanuts, wat voor een gokkeltruc. Ja. Voor een goede gokkeltruc, laat ik het zo zeggen. Dat is zo. Ring on, off. Zo, we hebben ons even omgekleed zoals je ziet, heel snel. Ja. We hebben gisteren, ging ik monteren, de originele opname. En ik laat het even hier zien onder in beeld. Dan zie je wat er gebeurt, want de routine die ik daar deed, werd het hele beeld wazig. Dat hebben we niet gezien met de opname. Maar ja, ik had zoiets, we laten het origineel erin zitten, maar daar zie je helemaal niks. Dus we hebben hem een dag later, nu met andere kleding. Doe even dit stukje opnieuw, dat we de routine wel compleet kunnen laten zien. Het gaat als volgt. Je hebt 3 munten. 1, 2, 3 munten. 3 kaarten. 1, 2 en 3. Die leg ik ook neer. Nou kun je die munten trouwens ook in het folders dicht leggen. Dan krijg je eigenlijk dat je de munten allemaal netjes zo neerlegt, zeg maar. Dat je ze ziet. Stel, je neemt die munten allemaal in je hand, alle 3. Dan zou je er bijvoorbeeld eentje onder deze kaart kunnen leggen. Je zou er ook eentje onder deze kaart kunnen leggen. En die laatste leggen we hier zo even neer. Zo. Als je dan je vingers knipt, dan verdwijnen hier de munten. Dat is 1. Dat is 2. En dan komen ze allemaal mooi bij elkaar onder de derde kaart. Nou, stel dan voor je zegt, ik pak deze munt, stop ik in mijn zak. Pak deze munt, stop ik ook in mijn zak. En pak je deze munt, nou die kun je bijvoorbeeld even bewaren in je hand. Dat zou kunnen. Of je zegt, ik laat hem verdwijnen en ik haal hem ergens anders weer tevoorschijn. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Nou, dan zou je ook die munt hier kunnen pakken en een tweede tevoorschijn kunnen halen. Dat kan ook, zie. Dan heb je 2 munten. Deze tweede, die plaatsen we even hier. Dan hebben we nog een hand vrij namelijk voor een derde. Maar als je blaast, dan verdwijnt hier die tweede weer. Nou. Deze zetten we even hierbij. Sterker nog, we pakken het even allemaal hier in de hand. En dan gaan we op zoek naar een derde... Oh, sorry. Derde munt. Die zit inmiddels hier. Nou. Wat zullen we nog een keer doen? We gaan die munten nog een keer neerleggen. We gaan beginnen met nummer 1 onder deze kaart. Zo. We gaan beginnen met munt nummer 2 onder deze kaart. En de derde munt, die gaan we even mee wapperen. Daar gaan we namelijk mee wapperen over... De munt. En die verdwijnt dan. Als we wapperen over deze kaart, verdwijnt ook die munt. En als we dan hier wapperen, verdwijnt ook daar de munt. En heb je enkel nog 3
kaarten, de drie azen. Nou, dit is Flight. Goed hoor. Ja, Flight ja. Ja, het is een mooi ding. Ik heb het niet veel gedaan nog, maar het is even puur om het idee te laten zien. Het is een leuke routine. Het is niet moeilijk. Tuurlijk, je moet wat moves oefenen die ik normaal zelf niet gebruik overigens. Die heb ik even wel geprobeerd even zeg maar te doen. Uitgebreide instructievideo online zit erbij. Met de munten. Replica Morgan Dollars. Het hele setje kost €159. Zonder de kaarten. Dus je kunt willekeurige kaarten gebruiken als je het deel op tafel wil doen. Je kan kiezen om te zeggen, nou, ik vind alleen dat met de kaarten al genoeg. Dan doe je alleen dat. Maar je kan ook zeggen, ik wil een tree fly doen. Dus de munten van de ene naar de andere hand. Kan ook. Ik vind het echt, persoonlijk vind ik het echt heel gaaf. Ja, ik heb het al een paar keer ook gezegd, maar ik vind het echt cool. Iedere keer als ik muntenroutines zie dan, en zeker nou deze, dan denk ik, die moet gewoon in het repertoire. Ja, ik heb geen zelf te twijfelen of je ook munten zou gaan gebruiken, zeg maar. Maar mijn eigen eigenlijk ook niet gebruikt nog trouwens. Nee, daar heb ik hetzelfde. Nee. Als ik dit zie, dan denk ik, dit is gewoon echt cool hoor. Ja. En ja, voor een leek ook is het gewoon niet te bevatten. Nee. Gewoon echt cool. Oké, nou, tot zover Flight. En we schakelen weer terug naar de originele versie. Yes. Adios. Dan nog één laatste. Dan laat ik het filmpje even draaien. Heeft een reden. Pieces by Christian Engblom. Heel gaaf effect. 2 weken geleden zag ik Christian zelf aan het werk in Vilvoorde. Waar we op een beurs waar we waren. Nou, en hij pakte me ook absoluut in met dit effect. Ik had ook niet in de gaten wat hij aan het doen was. Tenminste, dat bedoel ik mee. Ik begreep niet hoe hij het deed. Dat zijn 2 verschillende dingen. Heel cool. Hij legde daar ook niet uit hoe het werkte. Uiteraard, het is een goochelaar. Wist ook niet dat ik daar een handelaar was. En toen ik deze later binnenkreeg en het idee bekeek en het geheim, dacht ik, jezus, dat is wel echt heel cool. Kijk, je hebt natuurlijk meerdere triumph effects. En een triumph effect is, je pakt een kaartspel, laat iemand een kaart kiezen. Pakt de helft van het spel, draait hij om, beeld omhoog zeg maar, mixen in elkaar. Je laat zien dat alles gemixt is. Ja, de gekozen kaart is inmiddels terug in het spel gegaan. Dan doe je iets, laat ik het zo zeggen. En ze liggen allemaal terug op een plek. Allemaal met 1 kant naar boven. Meestal moet je dan het spel opbergen. En daarna zit je te sorteren. Nou, met pieces laat je iemand een kaart kiezen uit het spel. Die kaart gaat terug in het spel. Je schudt de beeldzijde. Beeld omhoog, beeld omlaag. Je spreidt het uit, schoon met één vinger. Alles door elkaar. Je zegt alles zit door elkaar. En ja, pak het bij elkaar. Spreidt het weer uit. Gesorteerd. Mensen mogen het spel pakken en checken. En dan denk ik, toen ik het zag, dacht ik, nee, dat kan niet. Dat is absoluut onmogelijk. Maar dat kan dus met dit. Maar, zo eerlijk als wij zijn, het is heel gaaf. Maar bij voorkeur vertoon je dit effect zittend aan tafel. Dat is het allermakkelijkste, het allerbeste. Daar is het effect ook op gemaakt. Okay. Dus zeg jij, ik loop altijd rond en ik wil in de handen van de goochelaars werken. Of van de toeschouwers, sorry. Niet doen. Tenzij je heel nieuwsgierig bent, want het effect en het idee achter is geniaal. Mm-hmm. Maar het is bij voorkeur zittend. Maar dan heb je wel een effect, want daar stonden echt veel goochelaars bij en het hakte er overal in. Er was gewoon niemand die zei, oh, dat doe je zo. Er waren collega-handelaren die ook zeiden, joh, heb je dat gezien, dat effect? Wij snappen er echt helemaal niks van. Weet jij hoe het werkt? Toen ben ik gaan kijken en nee, ik wist ook niet hoe het werkte. Niet dat ik altijd alles weet, maar wel veel. Dus dit was voor mij ook een compleet nieuw ding. Dus mocht je meer interesse hebben, we hebben het gewoon een voorraad. Echt wel een aanrader dus. Pieces by Christian Engblom kost €39,50. Yes. Dan hebben we de goochelkurs weer op 23. Daar ging de bel, volgens mij. Ja. Wil jij even checken? Ja. Sorry, we nemen weer op onder... Weet het, onder openingstijd. Nee, openingstijd is nu 's morgens, dus de winkel is dicht. Maar er komen wel couriers, bezorgers, noem maar op. 23, 30 november en 7 december hebben wij weer een basiscursus goochelen. Zou jij willen deelnemen? Dan... Nee. Ja? Er staat iemand raars voor de deur. Er staat iemand raars voor de deur. Ja. Ja, misschien kan je even kijken. Oké. Okay. Ja, vraag even of hij binnenkomt. Nou, hou je vast, hè? Ja, ik hou hem vast. Ja, kijk, hier... Hallo? Wat brengt jou hier? Het is net eind oktober. Ja.
Het is wel heel, heel vreemd. Wat brengt jou hier? Ja, ik, dit is het dus. Ja, dat zag ik ook even niet aankomen. Maar vertel even, wat doe je hier? Nou, meneer René en meneer Mark van de Tovershop. Als ik er even mag zitten, dan kan ik het gewoon even uitleggen. Kan dat? Nou, ten eerste, het is hier geen tovershop. We zitten hier in een goochelwinkel. Ja, dus waarom zou jij hier willen zitten dan? Ja, dat kan ik pas zeggen als ik daar even mag zitten. Niet eerder natuurlijk. Hoe dan? Ja, er is hier geen plek voor 3 personen. Ja, als je nu even weggaat, dan kan ik er even zitten. Dan kan ik het vertellen. Ja, maar wij doen Urban Date altijd samen. Ja, nou, we doen niet met iemand die we niet kennen. Nee. Het duurt me heel eventjes, maar dan moeten die spullen moeten wel even allemaal weg. Vooruit dan voor deze keer. Maar dan moeten we denk ik wel even wat plaats maken. Je moet even wat spullen opruimen. Ja. Als jij ook even wat spullen pakt, dan pak ik ook wat spullen. Oké. Okay. Kijk, wat heb ik hier mee? Zo. Nou, ga lekker zitten. Sleutels. Hier mag ik ook nog opruimen, natuurlijk. Ja. Nou, mooi. Zo. Gaat het zo lukken allemaal? Ja hoor meneer, nee, dat gaat wel lukken zo. Dankjewel. Maar wat brengt jou nou al hier? Je hoeft pas hier over een goede maand te zijn. Ja, dat klopt. Maar kijk, Sinterklaas die zei, nou stel voor... Wat zit je nou te lachen? Ja. Oké, okay, nee. Sinterklaas zei, stel nou voor dat er straks iets voordoet, dat Sinterklaas laat is. Mm-hmm. En de kinderen zitten allemaal te wachten. Begrijp het, ja. En er is niks. Oké. Okay. En toen zei ze, nou als jij nu even vooruit gaat, stiekem dat niemand je ziet, want als je zo over straat gaat nu, dat kan natuurlijk niet. Oké, okay. Daarom ben ik even hier, want ik heb namelijk een paar ideeën. Oké. Okay. Ja, want we hebben namelijk een Piet bij ons in Spanje, en die kan goochelen. Oké. Okay. Ik niet. Interessant. Maar hij heeft me wel ongeveer gezegd hoe dat allemaal gaat. Ja. En dan kan een goochelaar of misschien een goochelpieten die ook in Nederland zijn dan, die kunnen dan zeg maar even tijd opvullen. Dat is het idee. Begrijp. Ja. En dan heb ik als het goed is ergens wat dingen voor meegenomen. Moet ik even kijken, want ik heb hier allerlei dingen in zitten. Tenminste, er zit allemaal spul in. Ze hebben er allemaal hier ingestopt. Kijk, ik weet niet of jij wat het is, maar het is... Ja. Ja, ken je dat? Oké. Okay. Ja. Geen idee wat dat is. Ja. Dit is... Even kijken, mag je er neerleggen allemaal? Ja. Ja, okay. Tuurlijk. Ja, ik weet niet wat het is. We hebben in Spanje ook wel zoiets. Daar liggen altijd gebakjes op. Zoiets. Maar het is wel... Wat gaat u daarmee doen? Nou, dit is ook voor jou, hè? Of niet? Nou, dan lijkt me dit een beetje... Wel gevaarlijk, hoor. Lijkt me heel gevaarlijk, dit. Dit gaat u aansteken? Ja. Ben je er bang voor, Piet? Nou, Ja. Vind je het goed? Ja. Oké. Okay. Ja? Ja, vooruit. Zo. Wat was dat? Nou. Maar de vraag is, waarom deden we dat eigenlijk? Zo. Voel even. Kijk even. Zo warm ook joh. Hé, hey, even niet normaal. Dus dit is eigenlijk een supersnelle kookpan, toch? Ja, een bakpan. Ja, pepernotenpan. Een pepernotenpan. Oké. Okay. En jij weet hoe dit werkt? Ja. Dus jullie hebben dat hier ook in de winkel? Ja, hebben jullie ook in de winkel hier, ja. Oh, dus als mensen zeggen, ik wil pepernoten zo bakken, heel snel... Dan kun jij tegen de mensen zeggen, dat kan ik regelen. Ja, klopt. De pan, dan, okay. Om het te doen. Zo, de pan, oké. Okay. Oké, okay. Nou goed. Hoe heet zo'n ding? Een duivenpan. Een duiven... Ja, er kunnen ook duiven in zitten zelfs. Hier niet? Nee, hier niet, oké. Okay. Ja, misschien iets meer op de bodem. Nou, ik ga hem even opzij zetten. Oké. Okay.
Ja, nou, dan dat had, was best spectaculair, Piet. Ja, het is wel, ik vind het gevaarlijk hoor. Ja, dus, dat, dat ga ik mooi niet zelf doen. Dit is ook leuk. Piet heeft dat voorgedaan in Spanje. Even kijken dat we het uit elkaar krijgt. Je had namelijk... Jo, dat gaat lekker. Ik pak ook maar eentje. Twee papieren. Ja. Papiertjes. Dan kun je gewoon een stukje van afscheuren, bijvoorbeeld zo. Nou, dat is niet heel netjes. Doe het maar hetzelfde. Oké. Nou, dat maakt niet veel netter hoor, maar... Doe het ook weer zo. Dus nog een stukje eraf. Kan ook. Ja. En dan maak je daar zo'n beetje een soort prop van. Ja. Heel goed. En dan proppen die twee kleuren zo bij elkaar. Dus geel en rood bij elkaar. Dat is het idee. Uh-huh. Mag jij je hand even open houden? Kijk. Even dicht maken. Zo. Let op. Hopla. En nu zijn die twee papieren weer helemaal heel. Maar niet echt. Ik vond het hier een beetje ongezellig, zeg maar. Niet echt welkom voel ik me nu. Oké. Okay, ik bedoel, het is niet echt dat je zegt, nou, het is echt even Sinterklaas weer hier. Oké. Okay. Ga verder. Oké. Okay. Daarom heb ik dit gedaan. Kijk even wat er is gebeurd met de papiertjes namelijk. Wat is het? Een mijter. Een mijter. Alsjeblieft. Nou, die, kans, die laat ik niet schieten natuurlijk. Nee, echt? Oké. Nou, we zijn compleet. Sinterklaas. Wat een pret. Zwarte Piet. Hey. Oké, okay, dus dit is weet ik dat jullie ook verkopen, want Piet, ik koop die altijd hier, zei hij. Okay. Ik weet even niet de prijs. Ik gok even €7,50 zei hij iets, voor €8,50 per pakje van heel veel. Oké. Okay. En het heet iets met hattheag. Dus stond op papier hattheag. Ja, dat? Ja, dat klopt. Dan weet jij wat ze bedoelen als ze hattheag. Ja, ja. Okay. Engels is daar. Nee, hattheag. Niet Engels. Oh, nee, oh ja, 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 dat is Engels. Ja, 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 oké. Oké. Nou, die hebben we hier dus, als het goed is, in de winkel hebben ze die. Van Sinterklaasen. Ja. Maar ook van Zwarte Pieten. Echt. Ja. Dat zei jij. Ik heb ze niet gezien. Okay. Ik heb ze ook niet, zitten ook niet bij hier. Maar het zijn ook Zwarte Pieten. Mm-hmm. Oh, ik zie cadeautjes. Wacht even. Kijk wat ik kan pakken. Ik zie cadeautjes. Oh, die hebben wel heel veel cadeautjes. Een rood cadeautje. Een geel cadeautje. En een blauw cadeautje. Pakken we even de zak. Is die helemaal leeg? Natuurlijk is die leeg, ik heb alles uitgehaald. Oké. Okay. Bij gebrek aan iets anders, doe het even met de zak. Zo. Goed opletten. Let op. Meneer Mark, goed opletten. Let op. Ja, dank je. Ja. Blauw. Blauw. Geel. Geel. Rood. Rood. Ja. Waar is het rode blok? In de zak. Ja, tuurlijk zit het in die zak. Ik heb net erin gestopt. Logisch ook. Het rode blok zit in de zak. Oké, maken we het even door iets anders. Waar is het gele blok? In het midden, onder de kap. In het midden, onder de kap. In het midden tussen, tussen het blauwe en het rode blok. Cadeau. Daar lijkt me toch niet iets mis. Dat lijkt niet helemaal goed. Kijk, want hier staat namelijk een rood cadeau, zie. En een blauw cadeau. Maar het gele cadeau... Nee. Ja. Dat ligt gewoon terug in de zak, zie. Nou, dit verkopen jullie ook. Het zijn de tovercadeautjes, heet het. Of zoiets. Maar dan was het ook Engels, dacht ik. Maar ik weet niet precies hoe dat dan heet. Dit is met de Sinterklaas decoratie. Maar er zitten hier allemaal gekke dingen zaten erbij. Die vielen net uit de zak. Je kan hem ook zo maken. Dan heb je hem voor de verjaardag, zeg maar. Ja, dan heb je... Andersom. Oh, ja, precies. En dat is van de schoorsteen. Dus dan kun je de cadeautjes zeg maar, in de schoorsteen stoppen. Ook hartstikke leuk natuurlijk. En die kosten dan iets van €100, dacht ik. Okay. Zoiets was het. En deze kun je dan gewoon
erop plakken. Die kun je gewoon. Ik heb ze net heel vlug even erop geplakt. De plakband hier om de hoekje stond, de plakband. Dat mocht. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, Pieter. En ons is voor jou. Oké. Okay. Oh. Dat is mooi. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is ook weer zoiets. Ik zal even kijken, want. Even spieken hoor. Ik zie hier allemaal kaarten. Dat zijn kaarten die komen me eigenlijk heel bekend voor. Ik heb hier namelijk. Oh, wacht, de cadeautjes gaan even opzij. Dit zijn allemaal kaarten. Zie, dat is Sinterklaas. Dat is heel duidelijk. Piet. Piet. En? Cadeautjes. Cadeautjes. En die Pieten, ik niet natuurlijk, maar er zijn Pieten. Die zijn niet zo heel slim. Mm-hmm. En wat doen die Pieten? Die gaan dan weg van het huis of het kasteel van Sinterklaas. En die vergeten dan... De cadeautjes. De cadeautjes. Nou, dat weten ze nog niet, want dan zijn ze nog niet vergeten. Maar ze gaan het dak op samen met Sinterklaas. En wat gebeurt er dan? Op het dak zegt Sinterklaas, jongens, geef even de cadeautjes, dan gaan ze door de schoorsteen. En wat denken jullie? Ze kijken in de zakken. Helemaal niks, alleen maar allemaal pepernoten. Sinterklaas boos. Wat moeten we nou met de cadeautjes? Maar Sinterklaas die heeft een staf. En als hij zwaait met die staf over die zakken, dan veranderen al die pepernoten in cadeautjes. Zie. En is het probleem opgelost en krijgen toch nog alle kinderen cadeautjes. Zie. Toch heel slim. Sinterklaas is slimmer dan je denkt. Zie. Mm-hmm. Dat is ook een Sinterklaas truc. Ja, Sinterklaas truc. Ja. Ik zat op jullie website. Ja. En daar... daar stond ook Sinterklaas trucs. Ja. En dan kon je zo op drukken. Mm-hmm. Een link, ja. Ja, op drukken. Ja. Mm-hmm. En dan, deze was er ook. Had ik gezien. Oké. Okay. Ja, nee. Dat, ja, dat daar staat ook spaar. Wat die kost. Dat weet ik ook niet. Oké, okay, ja. Dan ja. Je bent niet, zeg maar, onthoud Piet. Wat zeg je? Je bent niet, zeg maar, onthoud Piet. Nee. Nee. Ja. Ik denk... Ik denk eigenlijk dat het zo wel een beetje klopt eigenlijk allemaal. Dat het allemaal wel klaar is nu. Nou, ik vond het heel leuk dat je er was, Piet. Ja, ik was ook een verrassingsbezoek voor mij, hoor. Ik vond het ook heel leuk. Misschien dat... Maar mag ik misschien naar mijn plekje terug dat ik daar weer kan zitten, alsjeblieft? Heel mooi, maar mag ik misschien naar mijn plekje terug dat ik daar weer kan zitten, alsjeblieft? Ja, dat kan wel. Dan zal ik even de spullen een beetje opruimen. Dat ik het ook allemaal zal meenemen eventjes. Ja. Even dat alles zo erin gaat. Zo, dit ook even mee. Zo. 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 Zou jij dat even willen... Ja. Willen opruimen? Oké, super. Nou. Nou, tot ziens, hè. Ja, dat was hem, hè. Nou, meneer Mark en meneer René, bedankt. En tot de volgende keer. Ja, graag gedaan op Piet. Ja. Geen probleem. Ja, graag gedaan. Tot ziens weer. Tot ziens, tot de volgende keer. Misschien wel binnenkort. Ik weet niet of je zelf ook mee terugkomt. Dag Sinter. Hoi, hoi. Hoi. Ik vind het wel. Hey, doei. Hoi, hoi. Nou. Wat was dat nou weer? Ja, ik had hem niet aanzien komen. Nou, dat schiet lekker op. Dat is een half uurtje extra. ik moet even nadenken. Die ben ik helemaal uit. Wat we hadden afgesproken eigenlijk allemaal. Ja, ik denk dat we daarmee maar moeten laten hierbij. Ik denk... Toch, we hadden al veel laten zien en wat Pieter er nog bovenop gegooid heeft, was ook al een heleboel. Ja, precies. Ja, ik zou zeggen, tot over 2 weken maar. Ja, precies. Tot de volgende keer. Oké. En de groetjes. Hoi. Hoi, hoi.